bij Topnemers iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. De gast is Ide Zwager. Ide, je bent van Momo Medical. Yes, klopt. Wat doen jullie? Ja, wij helpen verpleegkundigen in verpleeghuizen en ziekenhuizen om beter doorliggen te voorkomen. Ik ga zo direct vragen hoe je dat precies doet. Maar eerst eventjes, hoe zijn jullie op dit idee gekomen? Nou, eigenlijk ben ik op dat idee gekomen tijdens mijn tijd aan de TU. Eigenlijk liep ik tegen dat probleem aan. Terwijl ik aan het afstuderen was, op heel iets anders. En ik was toen met sensoren bezig. Dus ik dacht, ja, die sensoren kan ik ook hiervoor toepassen. En de reden dat ik daar uiteindelijk iets meer mee ben gaan doen, is omdat ik op het juiste moment mijn co-founder Menno Gravenmaker tegenkwam. En omdat wij allebei zoiets hadden van, ja, laten we het proberen. Laten we ervoor gaan na onze studie. Ja, dus dus nu die volgende vraag. Hoe doe je dit? Hoe pak je dit probleem aan? Wat lossen jullie op? Ja, dus zal ik een kleine uitleg geven over doorliggen ook? Ja hoor. Het lijkt me goed om even voor mensen die het niet weten even echt te vertellen waar het over gaat. Ja, ik weet het toevallig, maar... Nee, dus zieke mensen liggen vaak stil in bed. Die in één houding krijgen daardoor wonden. Ik doe een hele korte uitleg. En dat heeft te maken met je bloed dat niet meer goed bij dat weefsel komt. En ook met weefsel dat deformeert en daardoor doodgaat eigenlijk. Ja. Dat gebeurt ook in je lichaam, dus dat zie je niet direct. En dat gaat dan eigenlijk rotten en dat barst dan, kan dan zo openbarsten. Nou, het zijn hele pijnlijke wonden die jaarlijks in de EU zo'n 15 miljard euro kosten. En dan heb ik het, dat is eigenlijk de lage schatting vanuit de onderzoeken. En wat daar nou het lastige aan is, bij doorliggen zijn eigenlijk drie dingen heel erg belangrijk. Bewegen, goed eten en je huid in goede conditie houden. Nou, wij zijn ingezoomd op dat bewegen. Want bewegende mensen, die krijgen eigenlijk geen doorlichtplek. Maar in zorginstellingen liggen mensen natuurlijk, die beëindigen wat vaker in bed. Zijn immobiel, misschien wel deels verlamd of moeten rusten. En daar moet je dus heel erg goed op letten. En soms ook iemand eigenlijk bewegen. Zeker de mensen die zelf niet meer kunnen bewegen. Daar moeten verpleegkundigen ingrijpen om die patiënt regelmatig te keren eigenlijk. Van houding te veranderen. Ja. Zodat bijvoorbeeld het ene moment je meer op je rechterzijde ligt, dan weer linkerzijde en dan weer rug. En wat wij hebben gemaakt is een hulpmiddel, een bedsensor, die onder het matras ligt. En die eigenlijk bijhoudt hoe die patiënt in bed ligt. En een seintje geeft aan de verpleegkundige, om het simpel te houden, wanneer ingrijpen nodig is. Ja, wat voor sensor is dat? Registreert die druk of beweging? Of wat registreert die sensor? Beide eigenlijk. We hebben zelf hiervoor een sensor ontwikkeld. Okay. Omdat we niet iets konden vinden wat we eigenlijk konden inkopen en hiervoor konden gebruiken. Waarom eigenlijk niet? Want ik bedoel het niet vervelend, hoor. Ja. Het klinkt niet heel ingewikkeld, beweging detecteren. Klopt. Je kan op hele eenvoudige manieren ook beweging detecteren. Ja, we hebben allemaal tegenwoordig steeds meer smartwatches. Ik wil zeggen, mijn horloge zegt, dat lijkt een heel simpel horloge, maar die zegt gewoon elke morgen hoe goed ik heb geslapen. Dat klopt die op basis van beweging. Ja, waar dat in zit is in de toepassing. Maar... Ja, dat, en die klopt niet altijd. in de zorg staan natuurlijk ook heel veel op scherp. Mensen willen graag dat het goed is. Als jij iets inbrengt in de zorg, moet je daar klinisch bewijs voor hebben. Ja. We zijn heel erg naar die klinische context. Leg even naar die sensor uit, gewoon uit interesse. Want... Ja, het is een combinatie van druk- en bewegingssensoren die onder het matras liggen. Ja, is dat een matje wat je eronder hebt? Ja, het is eigenlijk een soort plankje in de breedte van het bed, wat ongeveer ter hoogte van de borstkas ligt. Ja. En daarmee bepalen we dus iemand of iemand vaak genoeg van houding verandert. Ja, en die meet zowel druk, dus je weet waar op het plankje iemand ligt. Grove drukverdeling, als ook bewegingen. En we pikken eigenlijk ook hele kleine bewegingen op, namelijk die van de borstkas door de ademhaling en zelfs de hartslag. Ja. En de reden dat wij dan, dat is vaak een volgende vraag van waarom onder het matras? Nou, dat is eigenlijk tweeledig. We willen de patiënt zo min mogelijk tot last zijn. Dat wilde ik eigenlijk helemaal niet vragen. Maar, ik ben inmiddels gewend. Ik ga bepalen wat de volgende vraag is. Ik vind het wel fijn eigenlijk. Ik wil eigenlijk vragen. En dan zit je op de TU en dan kom je in aanraking met het probleem doorliggen. Ik vind dat ook nog niet heel vanzelfsprekend. Nee, niet heel vanzelfsprekend. Daar zit ook iets meer achter. Want je denkt vaak TU, high-tech. Jij komt met eigenlijk een heel alledaags probleem. Hoe ben je daarmee? Waarom triggerde dit jou? Nou, eigenlijk was ik aan een side project aan het werk via de professor waar ik aan het afstuderen was. Die eigenlijk een soort spargroepje had met artsen, ingenieurs en ook mensen die bedrijven hadden. Om te kijken van, wij hebben hier in onze kast allemaal mooie sensoren of nieuwe technieken liggen. Hoe kunnen we die nou toepassen in de zorg?
Met dus mensen aan tafel die in de zorg werken. Dus daar kon je veel, ja, heb je veel kortere lijntjes. Nou, daar hebben we een aantal projecten gedaan, waarvan één met een slimme drukmetende sok. Nou, dat kwam niet helemaal van de grond, maar dat zat in drukmeten en dat ging over wonden. En toen ik daar een beetje vooronderzoek voor aan het doen was, kwam ik eigenlijk al, kwam dat doorliggen, die kwam een beetje bovendrijven. Ja. En ja, doordat die wonden, nou ja, ik zou het niet per se aanraden om ze op te zoeken, de plaatjes, en ook het probleem zo groot was en eigenlijk zo oud al. Het is ja, in begin 19e eeuw werd het steeds meer aangekaart, maar ja, het is eigenlijk zo oud als de gezondheidszorg zelf. En zelfs in deze moderne tijd, met ook goede matrassen, is het nog steeds niet helemaal weg. En hoe deed je dat vroeger dan? Gewoon elke half uur even iemand draaien, zeg maar? Ja. Ja, nou daar zijn ze een beetje mee begonnen, van hoe vaak moeten we draaien. En ja, ze zijn met honing dingen gaan doen, met schaapvachten. Nou ja, er zijn heel veel folklore-achtige oplossingen geweest. En dat is 20 jaar geleden meer ook verschoven naar bewegende matrassen op basis van lucht. En hele high-tech varianten van schuim. Maar dat bewegen blijft eigenlijk nog steeds heel belangrijk van die patiënt. Ja. En vandaar dat wij op die sensorhoek zijn. Hoe ziet een typische setup van jullie producten dan uit in een verpleeghuis of een ziekenhuis? Want met de sensor ben je er natuurlijk niet. Nee, want die data die moet ergens heen. Dat bedoel ik. Wij bewegen nog niet de patiënt vanzelf. Dus dat seintje moet bij een verpleegkundige komen. Nou, hoe dat werkt is, die sensor ligt onder het matras. Ja. Die wordt verbonden met een kastje wat aan de muur hangt, achter het bed. En die geeft eigenlijk, die doet twee dingen. Die berekent, daar draaien onze algoritmes in. En die geeft ook weer wat de status van de patiënt is. Hoe lang iemand al in diezelfde houding ligt. Dus als de verpleegkundige of verzorgende tussen die tijd aan het bed is, kan hij of zij zien van, hey, die patiënt ligt al heel lang stil, ik ga even bewegen. En er zit ook nog een functie in, namelijk alarmering. Dus het seintje geven. Via het verpleegkundige oproepsysteem, zoals dat heet, wat in veel ziekenhuizen en verpleeghuizen hangt, waarmee ze een melding krijgen op hun pieper of telefoon, van hey, in deze kamer is jouw aandacht nodig. En dat doen we alleen in het uiterste geval eigenlijk. Oké, het uitdagende van dit hele probleem blijkt me dat je de data die sensor bij elkaar verzamelt, zodanig moeten interpreteren dat het exact overeenkomt met de medische werkelijkheid, laat ik het maar zo zeggen. Ja. Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen? Ja, dat is eigenlijk de grootste uitdaging geweest, ook voor die ontwikkeling in het beginstadium. Om het heel erg plat te slaan, jullie kunnen wel zeggen dat die patiënt moet bewegen, maar klopt. Misschien denkt die verpleegkundige, gebruiken jullie dezelfde normen? Ja. Ja. Nou, daarom zijn we heel erg snel de samenwerking gaan zoeken met aan de ene kant het ziekenhuis om de hoek, het Reinier de Graaf gasthuis en een verpleeghuis, Pieter van Foreest. Ja. Om daar in een heel vroeg stadium, toen we echt net begonnen te praten, de eerste prototypes in de handen te drukken. Ja. En daar hebben we ook een bed kunnen lenen. Nou, later hebben we ook Fundis als belangrijke partner kunnen betrekken, waar we kunnen testen. En wat daar is uitgekomen is dat je dus heel snel merkt wat voor vragen de mensen van de zorg hebben en waar je dus aan moet werken. Ja. Nou, één ding, dat testen hebben we gedaan door ook heel veel matrassen te lenen en bedden. En dus met heel veel testpersonen ook te gaan kijken, hoe doet onze sensor het nou echt? En daar heel consequent rapportjes van te maken. Ja. Dat moet ook als je natuurlijk een serieus gecertificeerd medical device maakt, wat wij nu zijn. En ten tweede zijn we wat verder van huis de samenwerking gaan zoeken met de toponderzoekers in dit vlak. Waar we dus nu onderzoek mee gaan doen binnenkort. En die kijken heel erg natuurlijk naar, oké, wat is je klinische uitkomst? Leuk dat je een sensor hebt met een bepaald werkingsmechanisme, maar levert het ook uiteindelijk wat op, medisch gezien? Ja. Dus, maar goed, geef eens antwoord op die vraag. Want je hoopt natuurlijk dat het wat oplevert, maar... heb je indicaties hoe het uiteindelijk nu in de praktijk werkt? Ja, we hebben in vorig jaar hebben we eigenlijk al onze eerste studie afgerond. En die zijn we heel vroeg begonnen. En daarin zie je dat, wat we eigenlijk daar gedaan hebben, is een soort baseline meting doen. Dus gewoon puur meten, stil meten, niks zeggen, geen seintjes, lichtjes. En daarna het volledige systeem inschakelen en de training geven. En dan zie je dat in die ziekenhuisstudie dat mensen 25% meer bewogen werden volgens het protocol eigenlijk, wat ons apparaat volgt. En dat protocol komt uit de standaarden van de zorg. En nu zijn we dat aan het herhalen in het verpleeghuis en zien we dat die verbetering nog hoger wordt dan dat.
En wat nou het mooie is, er hebben al heel veel mensen onderzoek gedaan naar wat is nou die impact van die beweging. En daar is al een hele duidelijke correlatie te zien. Als je mensen goed blijft bewegen, daalt die kans op doorliggende heel sterk. En hoe overtuig je mensen dat ze dit ook moeten aanschaffen? Ja, eigenlijk zien we nu twee hele belangrijke dingen. Toch ook wel dat iemand niet decubitus krijgt, doorliggen in jouw instelling, is een stuk kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid. Het kan eigenlijk niet zo zijn dat iemand natuurlijk de instelling binnenkomt en met een wond weggaat. En het tweede is tijd. Tijd van verpleegkundigen en andere zorgverleners die zo onder druk staat door die werkdruk. En ons apparaat heeft daar eigenlijk nog een bijkomend voordeel. Ten eerste omdat je, als je goed die wonden voorkomt, heb je daar veel minder wondzorg aan. Dat is een hele duidelijke case. En ten tweede neemt onze sensor natuurlijk de bewegingen van de patiënt zelf mee. Dus als iemand zelf genoeg beweegt, hoef je niet onnodig volgens je protocolletje te gaan draaien. Ja. En dat is iets waar ook heel veel zorginstellingen naar kijken. Van, hoe kunnen we onze medewerkers inlasten? In potentie een bezuiniging of een ontlasting van... direct daarop volgend... Het zou toch ook niet heel ingewikkeld... Kijk, er is natuurlijk een categorie patiënten die zich niet kan bewegen. Er is ook een grote categorie patiënten die dat best kan, maar het niet doet. Waarom geef je die patiënten niet zelf een signaaltje en zegt je moet draaien? Ja, dat is een van de dingen waar we nu ook mee bezig zijn eigenlijk. We hebben, dat hebben we iets uitgesteld, want ontwikkelen moet je ook met een bepaalde focus doen. Als je te veel dingen tegelijk gaat inbouwen, dan krijg je net niks. Ja, maar het is geen ruim idee wat ik... Nee, zeker niet. Nee, dat is ook waar de verpleegkundige ook al mee komen. Vraag. Ja. Okay. Want dat is eigenlijk de grootste groep, denk ik, hè, van patiënten die gewoon... je ligt lekker op je rug. We hebben daar nog geen harde aantallen van, maar er zijn ook heel veel casussen inderdaad. Dat een moeilijke casus is bijvoorbeeld, ga ik iemand 's nachts wakker maken om die wisselligging te doen voor de verpleegkundige. Slaap is ook belangrijk. Ja. En dat is een hele eentje die onze sensor ook wel duidelijk maakt. En wat dan dus nu gebeurt, op die situaties waar dat gebeurt, is dat je het weet. En dat er daarna, de dag erna of de week erna, met die data of een rapportje wat eruit komt, kan daar een discussie over ontstaan op de afdeling van, moeten we dat zo doen of doen we dat anders en waarom doen we dat? En dat is eigenlijk wel een van de grotere voordelen die we nu zien. We zijn sinds de zomer aan het implementeren met de eerste commerciële versie van het apparaat. Dat echt heel veel teweeg brengt. Ja. Dat inzicht in je proces, maar ook in wat er met de patiënt gebeurt eigenlijk. Ja. Want wij maken dan zo'n balkje. Dus eigenlijk het rapportje is misschien wel vanuit de zorgverleners gesproken het allerbelangrijkste. Iets waar ze ook echt wel mee kunnen om even te kijken van, wat is er gebeurd? Dat je ook terug kunt kijken als iemand toch doorliggen wonden krijgt en je zegt van, wat is er nou gebeurd? Ja, en ligt het wel daaraan of is het ergens anders doorgekomen? En dan kan je natuurlijk in de zorg kan je dan gaan kijken, wat kunnen we dan beter doen? Wat wij de keren dat we hier zorggerelateerde onderwerpen hebben, wat je dan eigenlijk vaak... toch leert is dat voorkomen eigenlijk lastiger te financieren is dan genezen. Ja. Dat gaat natuurlijk overigens bij gezondheid en et cetera, zodat mensen... is het bij jullie anders omdat je eigenlijk zo dicht op het probleem zit, zeg maar? Weet je wel? Dus als het doorliggen, zeg maar, het zo evident is. Want mensen gezonder laten eten, wat een heel belangrijk ding is. Dat is iets wat je niet kan financieren, maar mensen genezen... Minder laten drinken. Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. 3,5%. Ja, 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 dat gaat wel de goede kant op. Ja. Die uitdaging hebben wij zeker ook. Ja, je ziet nu, volgens mij is het nog steeds een beetje de stramien dat 1% van de zorgkosten wordt uitgegeven aan preventie. Terwijl er bij sommige business cases die ik nu wel zie van bedrijven die verder zijn, uitrekenen dat de besparing 10 keer is. Elke euro, daar krijg je de 10 voor terug. Echt hard aangetoond. Daar moeten wij nog aan werken. Ja. Hoe we daarmee omgaan, en voor ons is dat iets specifieker. Het is echt een basiszorgdingetje waar ook wel veel aan preventie gedaan wordt middels speciale matrassen. Dat bestaat nu zo'n 15 jaar. Om en nabij. En daar zijn dus al budgetten voor. Daar zijn ze heel erg gewend om daarin te investeren. Dus dat geluk hebben we. Ja. Waar het ons wel heel moeilijk gemaakt wordt, is dat het een heel nieuw klasseapparaat is. Überhaupt veel doen met sensoren in de zorg staat nog eigenlijk best wel in de kinderschoenen. Ja, je zou denken, doe iedereen een soort wearable om en ga dat gewoon meten. Maar er worden in de zorg komen daar heel veel barrières bij kijken. Niet de minste natuurlijk dataveiligheid. Denk aan bepaalde datalekken die laatst in het nieuws geweest zijn. Maar ook mensen die het niet fijn vinden, die het afrukken. Er zijn heel veel praktische dingen die daarbij komen kijken. Die dat lastig maken. En ook de hoeveelheid nieuwe dingen die op artsen en verpleegkundigen afkomt, is gigantisch.
welk nieuw apparaatje ga je eerst leren te gebruiken? Ja. Ja. Dat zijn natuurlijk hele moeilijke discussies waar... Ja, aan de ene kant is het goed dat er heel veel ontwikkeld wordt, maar dat maakt het ook voor hen heel moeilijk kiezen. Nou, er is keuzestress. Ja. Dat zie ik ook in de zorg. En ik zie het omdat ik toevallig mijn partner is huisarts. En ik zie wat er allemaal op ze afkomt elke dag. Nog een voorbeeld van gisteren. Je weet dat een bloeddrukmeting in de praktijk nooit betrouwbaar is. Althans geen goed beeld geeft van de gemiddelde bloeddruk van iemand. Want mensen zijn zenuwachtig en de bloeddruk bij de... Ja. Aan de tafel bij de dokter is meestal hoger dan wanneer je het even later thuis zou doen. Oké, dan zeg je, je kunt tegenwoordig voor €129 ook een hele goede bloeddrukmeter kopen, die ook nog eens connected is. En wat voor platform is dat dan? Eén, moet je een kwalitatief goed apparaat kiezen. Twee, heb je dan te maken met platformen waar je dan direct een keuze uit moet maken omdat ze vaak gekoppeld zijn. Ja. Drie, de privacy is niet gegarandeerd. Vier, al die problemen. Gaat de zorgverzekeraar betalen. Gaat de zorgverzekeraar betalen. Ja. En al die barrières. Ik licht even toe uit mijn eigen ervaring dat ik volgens mij wat jij zegt heel erg klopt. Maar ik heb ook een vraag. Jullie bedrijf heet Momo Medical. Ja. Je hebt nu een sensor ontwikkeld plus een toepassing om doorlichten te voorkomen. De naam van je bedrijf suggereert dat jullie grotere ambities hebben. Oké. Ja, Momo staat voor... We hebben ervoor gekozen omdat het lekker simpel klinkt. Het blijft hangen. Ja. Dat lukt heel goed. Daar zijn we heel blij mee. Stand voor Mobility Monitoring. Oké. En ik zeg inderdaad stond van... toen we hiermee bezig waren en op een gegeven moment wat verder waren, zagen we steeds meer toepassingen. En daarom hebben we ook iets meer sensoren erin gedaan. Want je zei net in een tussenzinnetje al dat jullie ook hartslag kunnen meten. Hartslag en ademhaling pikken we op. En dat is geen vervanging voor een volledig ECG of zo. Maar daar kan je wel heel veel trendmonitoring mee gaan doen. En dat is iets waar we heel veel meer mee willen gaan doen. Want we begrijpen ook heel goed dat je als je als een ziekenhuis of een verpleeghuis een bedsensor neemt, dan willen ze er één en niet drie. Dus dan wil je daar meerdere dingen mee kunnen doen. Maar is jullie het doel van jullie bedrijf dan onderzoeken hoe je sensoren beter nog meer op meerdere fronten kan inzetten in de zorg? Nee, het doel van het bedrijf is echt die verpleegkundigen helpen om die zorg aan te kunnen. En het grotere plaatje erbij is aan jullie wel bekend. Over 20 jaar is het aantal 80-plussers verdubbeld. En het aantal zorgverleners waarschijnlijk hetzelfde. Dus en ze staan nu al onder druk. Dus daar hebben we een kleine uitdaging om op te lossen met z'n allen. Wij geloven dat zorg draait om... Maar redeneer je nu vanuit je product? Dat is volgens mij de achtergrond van jouw vraag. Dus is de sensor die jullie in bedden inbouwen... is dat het uitgangspunt of kijk je veel breder naar sensortechniek in de zorg? Nee, we kijken wel iets breder dan dat. Sowieso in die trend van hoe kunnen we... De vraag is eigenlijk hoe kunnen we verpleegkundigen en andere zorgverleners ondersteunen... om zorg eigenlijk... beter en makkelijker en sneller te maken. Waar er meer ruimte is voor mens-op-mens contact in plaats van administratie. En apparaten hebben ook best wel een potentie om administratie weg te nemen. En dat is eigenlijk het grotere plaatje. Dat gezegd hebbende ben je natuurlijk als klein bedrijf met je eerste product net op de markt ook gedwongen om omzet te maken. Het hangt er vanaf als je investeerders hebt die er heel veel geld in stoppen en een andere strategie ondersteunen. Dan, ja, daar zit natuurlijk een balans in. Hoe werkt dat bij jullie? Zeker als je, hebben jullie dit gefund? Ja, met een hele reeks dingen. We zijn begonnen met de kleine dingetjes, subsidies. Op een gegeven moment ook een NWO-lening, of fase 2 kunnen binnenhalen. Ook een pilotprogramma hebben we een soort voor een leuk bedragje verkocht, zeg maar, als een soort inleg. Nou, daar hebben we het echt beginnetje mee gedaan. En in 2018 hebben we een investering opgehaald van het fonds Fundicare. Het zijn eigenlijk drie investeerders onder één vlag. Regionaal Investeringsmaatschappij Innovation Quarter, Norbert Ventures en Fundis, een verpleeghuisgroep. Yep. En die hebben eigenlijk gezorgd dat we een stuk verder kunnen komen. Wat natuurlijk heel mooi is. En die hebben ook met Fundis hebben we daar ook een extra groep verpleeghuizen bij gekregen. Waar we kind aan huis Want je hebt ook je playground waar je kunt testen en experimenteren. En ook toegang tot alle soorten mensen in die zorginstelling. Van inkopers tot zorgbestuurders die even kunnen meedenken over je problemen. Dat is heel fijn. En ook de andere investeerders die op hun eigen vlak financiën en connecties dingen bijdragen. Naast het geld. Het blijft natuurlijk altijd een kwestie van heel veel geld ergens in stoppen. Brengt een bepaald risico met zich mee. En dat ga je alleen doen als je een bepaalde, ergens ook ziet dat er bepaalde zekerheden zijn. Nou, bij ons zitten we in een best wel vroeg stadium.
En het is nu zaak natuurlijk om te bewijzen dat ons eerste product een beetje traction krijgt in de echte markt. En dan wordt het weer makkelijker om groter geld op te halen, om echt die primaire visie neer te gaan zetten. Want waar staan jullie dan nu als bedrijf? Want een beetje tractie, zeg maar. Hoe groot zijn jullie nu? We hebben nu eigenlijk sinds de zomer, eind augustus zijn we gelanceerd. En we hebben nu bij 5 instellingen hebben we geïmplementeerd eigenlijk. Hè? Dus de echte apparaten. En dat gaat over nog veel meer locaties. Want sommige instellingen hebben 6 locaties waar we begonnen zijn. En er komt nu steeds meer bij. Je merkt nu een beetje dat het begint te leven. En dat als je eenmaal die eerste klanten, dat was heel moeilijk. Want zorg heeft toch ook een bepaalde conservatieve houding ten opzichte van nieuwe dingen. Ja. Dus daar staan we nu echt aan het begin nog hoor, van het commerciële traject, om het zo te zeggen. Ja. Ja. Een vraag van Johan Schaap via Twitter. Hij vraagt, wat merk jij van de privacy-discussies die in de zorg natuurlijk heel heftig worden gevoerd? En hoe reageren mensen uit de omgeving van patiënten op zo'n oplossing? Goeie vraag. Zo, de eerste vraag is, we merken dat zeker heel veel. Waar wij ook die rapporten die we aanbieden, dat is data die via wifi gaat. Die is eigenlijk anoniem, omdat onze sensor niet weet waar die ligt en wie erop ligt. Ja. En we doen dat ook altijd op een geaggregeerd niveau. Maar wij moeten altijd wel even langs bij de data security officer, die tegenwoordig wel present is bij elke zorginstelling bijna. Die natuurlijk de zorgen uit zit het allemaal wel goed? Ja. Dus we hebben daar ook goed gekeken naar de cybersecurity natuurlijk. En een tweede is, de tweede vraag was meer gericht op de familie van de patiënten bijvoorbeeld. Ja. Wij hebben daar nog niet heel veel vragen over gehad. Moet ik eigenlijk eerlijk bekennen. Dat nog niet eigenlijk. Ik kan me ook voorstellen dat de familie van een patiënt of een patiënt zelf alleen maar kijkt naar het resultaat. Ja, en als je bedenkt... Je, en hoe privacygevoelig is dat daar? Is dat je omdraait. Ja. En dan weet iemand anders dat. Ja, en als je bedenkt, als je in een ziekenhuis ligt, dan sta je in een EPD-systeem. Als dat EPD-systeem van Epic is, dat is een Amerikaans bedrijf. Ik weet niet waar die data dan staat. En daar staat alles in. Ja. Wat dat betreft is onze data nog eigenlijk wel redelijk simpel en anoniem. Ja. Ja. Als je fantaseert, hè, als je nou eens een paar jaar vooruit kijkt, dan zie jij dan dit soort toepassingen, zeg maar het monitoren van patiënten heb ik het dan eigenlijk over, hè, het gebruiken van sensortechnologie. Wat jullie doen om patiënten te monitoren in allerlei variabelen. Hoe zie je zich dat ontwikkelen? Want ik denk wel eens, ik zit wel eens te fantaseren en denk van die patiënt van jou die nu in een verpleeghuis ligt, die kan straks misschien ook wel thuis liggen. Als je dat zo goed zou kunnen monitoren, dat op het moment dat het nodig is, dat je hulp kunt sturen. Is dat een rare gedachte? Nee, want het is natuurlijk zeker een trend dat mensen steeds langer thuis willen blijven wonen. En dat ook een beetje bekeken wordt vanuit de zorgverzekeraars. Van dat lijkt efficiënter en beter voor iedereen. Ik denk dat zeker een verschuiving is die gaat plaatsvinden. Maar wat je nu ook soms ziet is dat er heel veel verpleeghuizen, dat ze zeggen sluiten die verpleeghuizen, iedereen naar huis. Ja. Maar wat je nu al ziet is dat die verpleeghuizen al behoorlijk vol zitten met hele zware zorg, mensen met een hele zware zorgvraag. Met andere woorden, in de verpleeghuis worden mensen ingedeeld aan de hand van zorgzwaartepakketten, 1 tot 10. 1 tot 4 zit nu thuis. Waar is vroeger, zaten die ook al in verpleeghuizen? Ja. En 5 tot 10. En jullie gaan gewoon helpen om 5 en 6 naar huis. Wij beginnen, mogelijk. Ja. Ja. Maar wij hebben een studietje gedaan in het begin van hoe zit het in die thuiszorg. En daar is het nu nog niet klaar voor. Dus daarom zijn we ook heel bewust begonnen in de verpleeghuizen en ziekenhuizen. Ja. Je bent hier een beetje toevallig ingerold, zou je kunnen zeggen, door je studie. Wat maakt je blij van je werk nu? Wanneer ben jij gelukkig? Ja, wat nu heel leuk is in deze fase, is ook wel dat vooruitkijken en al die mogelijkheden die er nog zijn. Maar ook vooral even dat af en toe dat momentje, een soort van trots, weet je. Als je al die mensen ziet die op je sensoren liggen, dat je ziet dat soms in de data, dat je ziet dat die echt helpt. Dat kan je namelijk zien, weet je, dat iemand een seintje heeft. Je ziet ze allemaal omdraaien. Ja, anoniem volledig natuurlijk. Ja, maar dat vind ik wel gaaf, want je ziet toch vaak, weet je, dan vraag je, dat zogenaamde purpose-driven start-ups, het is voor een groot gedeelte natuurlijk ook marketing bullshit.
Wij proberen altijd een beetje de kaf van het koren te scheiden. Maar ik zie bij jou echt oprecht. Ja, het is, jij wordt echt blij van als jij bij wijze van spreken 's nachts zit te kijken en je ziet dat het. Nou, kijk niet op. Sowieso doe ik nee, maar bij wijze van spreken, dat je ziet dat het werkt. Ja, dat is wel echt. Dat zijn wel hele leuke momentjes. Want het zijn natuurlijk, je bent begonnen bij een idee. Maar je kunt ook de kick krijgen uit dat het techniek werkt. Ja, die heb ik denk ik. Ik heb ook minder aan de technische kant gewerkt van het bedrijf. Dus ik heb heel erg ook op de andere vlakken gezeten. Ja. Tuurlijk is het ook mooi, hè, als het, je maakt ook al die uitdagingen mee soms in dat ontwikkeltraject. Dat je denkt, dit gaat helemaal mis jongens. Gaan we het werkend krijgen? Ja. Dat het dan wel lukt, dat zijn dan ook hele mooie momenten. Maar nu is het echt, wat telt is dat het uiteindelijk gebruikt wordt. Dat is echt wel iets wat... Je hebt die financiering op verschillende manieren opgehaald. Welke druk legt dat op jullie? Wat zijn de doelen die je moet halen het komend jaar? Ja, dat zit heel erg op... Eigenlijk is dat een beetje dubbel. Als je natuurlijk financiering gaat ophalen... En je moet financierders overhalen van... we zijn goede ondernemers, we hebben een mooi bedrijf, product, concurrenten, maar we doen dat beter. En je komt met een plan. En daar proberen zij altijd een beetje milestones uit te halen. Dus voor een deel komt dat uit je eigen woorden natuurlijk. Ja, dat maakt het wel heel echt natuurlijk. En vaak wordt er ook vervolggeld natuurlijk gekoppeld aan wat je haalt. Ja. Nou, dat zet best wel een druk die misschien niet altijd nodig is. Waar je ook, en ik denk dat wij dat wel allebei hebben, Menno en ik, van op zich goed mee om kunnen gaan. Omdat je denkt, weet je, als de inhoud goed is. En als we zorgen dat we ook altijd eerlijk en open communiceren en niet dingen onder het tapijt vegen, dan komt het wel goed. Ja. Dan kom je er wel uit. Ja. Waar zijn jullie over een jaar? Ja, over een jaar willen we eigenlijk 500 systemen helemaal volledig geïmplementeerd hebben. Dat is echt draaiend. Er zit nog een beetje vertraging tussen als een zorginstelling zegt, we gaan het doen en ze zijn helemaal op en running. Ja. Dat is een mooie milestone. En wat we dan ook zien... hopelijk gaan zien, is interessant, want we bieden ons apparaat aan heel modern in een abonnementsvorm van 3 jaar, die jaarlijks opzegbaar is door de zorginstelling. Dus als ze er niet tevreden mee zijn, dan kunnen ze er vanaf. Ja, dat hebben we ook weer uit een stukje gedaan om een soort bepaalde incentive te geven aan het bedrijf, om te zorgen dat het gewoon goed gebruikt wordt, dat je niet iets maakt wat in de kast belandt. Ja. En over een jaar is dan natuurlijk het grote doel dat die eerste groep klanten die nu komt, gaat verlengen en niet afzegt. Ja, dus dat wordt eigenlijk een heel belangrijk doel. Dus, super. We gaan je in de gaten houden. Ja, mooi. Heel erg bedankt. Dankjewel. Mooi initiatief. Dankjewel. En succes. Dank. Jullie bedankt voor het kijken. En we bedanken zoals altijd Bier & Co. voor de biertjes. Jetstream voor de livestream. Ja, ik hou best van Palm. Maar waarom moet Palm nou weer met een session IPA van 3,5% met een oranje etiket komen? Dat zullen we eens navragen. Jij bent meestal wel van de oranje etiketten, toch? Als voetbalfan, weet je? In het stadion lekker met je oranje sjaaltje. Ik heb het gezegd. Oké, je hebt het gezegd. Nou goed, je hebt de vraag gesteld. We gaan op zoek naar het antwoord. Daar komen we wellicht in de komende weken op terug. We hebben nog PQR voor de hosting van de website. En Freedom Lab voor de gastvrijheid. Je weet het, we zijn al ruim 9 jaar bezig. Iedere week 2 gasten aan tafel. Bekijk ons archief via fastmovingtargets.nl of via YouTube. Dag!